Ik ben gewend dat er een hoop Engels op het park zit, maar hier is het echt Nederlands. Ja, maar Nederlands. Maar dat maakt niet uit. Nou mensen, welkom bij weer een leuke foodvlog. Waar gaan we eten, Chris? Bij de Italiaan. Trattoria. Trattoria geloof ik, hè? Ja, dit is een buffet Italiaan. Buffet restaurant. Dus daar gaan we even eten. Als ik het zelf pakken. Ja, je mag zelf pakken. Oh. Is dat ook leuk? Dat is ook leuk, ja. Lijkt mij best leuk. Oeh, we moeten wel berg af hier. Oh, dan moeten we straks berg op. Ja, straks berg op, maar daar hebben we steps. Ja, dus mensen, wij gaan die kant op lopen en dan zien we jullie daar weer terug. Ik ben ook heel benieuwd, we zijn er nog nooit geweest. Dus het moet goed komen. En hopelijk is het lekker. Hè Chris? Ja, ik hoop het wel. Ja. Italiaans is altijd wel lekker. Maar... Dat is waar. Ponies. Hey, de farm. Nee, ponies. Zijn dat alleen ponies? Ja. Paarden. Ja, daar staat op ponies. Oh. Ja. Nou, gaan we hier maar eens naar binnen, want hier binnen zit hij dan, hè? Action Factory. Zijn wij ooit in deze Action Factory geweest? Nee. Ik kan me niet herinneren. Nee. Ja. Er zit een nest in. Zwammen. Ja, die zijn echt. Oh kijk, deze kant is nog mooier. Ja, die is echt mooi. Ja. Ja. Wow, kijk dan de Action Factory. Nee, dit is helemaal nieuw. Dit was er niet. Hier ja, wel een squashbanen. We zullen zo even doorheen lopen als we gegeten hebben. Hè? Dan ga je die mensen dat ook nog even te zien hier, die Action Factory. Ja, je kunt ook de andere kant binnenkomen hier. Hier zo, kun je ook binnenkomen. Oh nee, dat is activity. Ja, hier beneden. Dat gaan we straks allemaal doen. We gaan eerst maar eens gaan smelten hier. Want dit is het restaurant. Zijn we 10 minuten te vroeg? Zijn we te vroeg? 10 minuten. Oh. Oh, zou ik dan eerst wat die alvast doen? Ja, doen we. Ja? We waren te vroeg, zegt Christus, dan mogen we niet meer. Oh, wat fel. Mooi hè? Ja, is ook kids entertainment. Ja. Tria Café. Kijk, hier heb je theater. Ja. Ori. Even daar kijken. Cycle Center, had jij dat al gezien? Oh, wow. Kijk. De wafels. Ja, ik vind het heel leuk gemaakt allemaal. En daarachter hebben we nog badminton. Ja, een badmintonbaan. En boogschieten. Daarbinnen is er nog van alles. Oh, maar dat is ook de baan, hè? Glowende dark, ja. Zullen we binnen kijken daar, bij die glowende dark? Dat vind ik glowende dark. Wauw, gaaf hij. Oh, die is gaaf. Kijk, daar kun je een fotopoint. Ja. Oh, dat kan ik. Ja, is goed. Mooi. Ik kan straks even terugkomen, goed? En een paar foto's schieten. Ik heb de goede aan. Wow, nou zien we er heel raar uit. Ik lijk wel een smurf. Op het beeld dan, hè? Nou, dat gaat. Het ziet er heel mooi uit. Dit is echt gaaf. Nou, dit was even de Action Factory en de volgende samen met onze food vlog. Ik denk dat we die mooi combineren, want je zit in één gebouw, hè? Ja, ik vind het een heel mooie Action. Ja, ik vind het. Ja. Gewoon een van de mooiste wat ik eigenlijk heb gezien. Nou, daar ben ik het ook wel mee eens. Ja. En nou eten? Ja. Het is niet zo groot, had ik gezien, het restaurant. Maar misschien wel des te lekkerder alles. En je kunt alles pakken, pizza en pasta. Dus dat is best goed. Dan gaan we dat eerst even doen. Even kijken waar wij mogen zitten. Het begint al met de toetjes. Hier staat al iets lekkers klaar. Olijfjes, parmes, iets van. En soepstengels van Nonna. Ja, zit het toch niet bij Nonna? Nee, maar die soepstengels. Soepstengels van Nonna, Chris is niet goed wijs. Nou ja. Zijn die lekker? Die zijn lekker, ja. Oké. Okay. Zullen we naar het buffet gaan? Ja. Wil je eerst koud? Ja. Of beide? Ja, dat is koud doen. Dat ziet er goed uit. Ja, het ziet er heel goed uit hoor. Het ziet er gezond uit. Ja, ook dat. Ja. Oké, okay, dan loop ik met jou mee en pak weer een soort salade. Die vond ik wel lekker. Allemaal pasta sausen. Heerlijk. Die, ik weet niet hoe ze eten, maar die gevulde daar. Die gevulde hier. Oh, staat er op, ja. Ja, tortellinis. Hier staat alles op wat ze hebben. Ja. En dat is de lasagne en de pizza's. Komen we zo op terug. Eerst wat salade op bord. Nou Chris, wat heb je allemaal? Ik heb dit even. Dat is vooraf een beetje. Ik ook. Dan gaan we nou eens even kijken hoe het allemaal smaakt. Ik ben benieuwd. Haha, grappig. Drankjes hebben ze al bezorgd. Ja. Zo. Laat het smaken. Het smaakt. Dadelijk vertellen hoe het smaakt dan. Hoe was dat net wat jij had? Nou, dat was erg lekker. En wat heb je nou dan? Lasagne met... Maar je hebt geen saus erover? Gnocchi. Oh. Gnocchi of zo? Tortellini. Tortellini? Ja. Okay. Ik heb cornelis, lasagne en sla. En wat ik net had was ook heerlijk. Dus als je kunt kiezen, hier kun je van alles kiezen. Pizza, lasagne, spaghetti. Die pijpjes, hoe heet die? Hallo? Die pennen kun je ook kiezen. En natuurlijk je sla, groenten, vleesjes, alles erbij. En straks komt nog een toetje uiteraard. Niet overslaan, hè? Niet overslaan. Het zit allemaal in de prijs. En dat gaan we straks onthullen. Ik heb alvast een toetje. Tria is, die wacht nog even. Die pakt hem zo wel, denk ik. Of niet? Kijk wel. Dit is een tiramisu. Gaan we die even openmaken. Hoppa. Even kijken hoe die smaakt. Welk heb jij? Voor mij zit het panna cotta. Panna cotta, ja, volgens mij wel. Zou die lekker zijn? Ik denk het wel. Tiramisu was heel erg lekker. Ja? Ja. Ik heb hem namelijk al op. Proef maar. Erg zoet, maar lekker. Ja, zoet, dat hoort erbij. Die moet je samen hebben. Mm-hmm. Misschien doe ik hem ook nog. Denk het niet. Dat was lekker eten, hè? Ja. Zullen we eventjes buiten deze vlog afsluiten van die Action Factory met de food vlog? Ja, is goed. Goed idee, toch? Mm-hmm. En ik heb hier een uitgang gevonden. Ja, allemaal toiletten. Kijk, dit is eigenlijk het Cycle Center. Ja. Kun je een golfkarretje huren als je dat zou willen. Kijk, dat is het restaurant La Trattoria. Daar hebben we net gegeten. We moeten alleen nog eventjes een plekje zoeken voor af te sluiten. En ik zie ook nog een summer hotspot. Ja. Jeetje, pakken we die ook nog mee in deze vlog of doen we dat in die andere? Ja, we kijken of hier heb je een mooie kinderboerderij. Oh. Chris, kijk eens wat een plaatje. Dat is wel mooi, hè? Wauw. Ja. Hoho. De zon die erop schijnt. Ja. De kerk. Mooi. Schitterend. Oh, nou mensen. Dit was... ik ga gewoon hier afsluiten. Ja. Ik moet alleen daar even ergens tumpen. Nou, mensen, dit was de food vlog en Action Factory. Hoe heet het restaurant? La Trattoria. La Trattoria. Ja. Dus we hebben heerlijk gegeten. Chris heeft alleen wat last van zijn maag. Dus, hij gaat ook wel weer over. Komt niet door het eten hoor. Ja, komt niet door het eten, nee. Eten was prima, was goed van smaak. De keuze was reuze. Was genoeg te eten. Het smaakte allemaal hartstikke goed. De prijs, want dat willen jullie natuurlijk allemaal weten. Het is €24,95 per persoon. Exclusief de drankjes. Dus het drankje moet je dan nog kopen. Zelf kopen, gewoon betalen. Ja, wij waren €56 kwijt. En 20 cent? Ja, zoiets. Zoiets. €56,20. Dus dat was het eten plus de drankjes. Ja, dat viel. Daar kun je heel veel voor eten, voor dat geld. En we hadden maar één drankje per persoon. Dus op zich best wel goed. Mm-hmm. Nou, laten weten wat jullie ervan vinden. En zouden jullie ook hier gaan eten? Het is een kleinschalig restaurantje, het is niet zo groot, maar het is wel goed te doen. Ja. Reserveren en via de app hebben wij ook gedaan, is heel simpel en snel. Dus daar wil ik het weer bij laten. We zien jullie wel weer in een andere video. En toch Chris? Ja, abonneren, liken en delen natuurlijk, deze video. En blijf ons volgen voor meer avonturen op België en Frankrijk. En wil jij ook zo'n leuke pin? Ze zijn er te bestellen hè. Dus hebben ze hem. En ze zijn uniek hè, want ze zijn op nummer. Daar komt er dan nog een pauw voorbij hier. Oh, ja. Dit is dat wel. Al lang niet meer gezien zo'n beest. Maar goed. Mensen, daar willen we het bij laten. En tot de volgende video. Tot de video. Doei.